We spreken over talenten, heel erg bewust, omdat we werken vanuit de oplossingsgerichte benadering. En dat hield eigenlijk in dat we vooral kijken naar mogelijkheden en kansen. Ook jongeren met een beperking hebben zeer zeker mogelijkheden of kansen. En we benutten namelijk net die talenten wat die jongeren hebben. En daarmee bereiken we zeer unieke doelen. Bekkerij te Ballen is een onderdeel van Talent. Het is een zorggroep wat 4 dagbesteding geeft voor jongeren ouder dan 18 jaar. Wat die hun beroep proberen uit te oefenen en nog terug willen komen in de maatschappij door zich te leren. De bakkerij in te Ballen, dat is inderdaad toch ook weer een van onze paradepaardjes waar we ontzettend trots op zijn. Dat is gewoon dat een bakkerij, een gewoon onderneming door jongeren. Ja, met heel veel talenten, maar wel een beperking door een bakkerij draaien. Draaien zowel letterlijk in Banold, want god, die bakkerij moet zich ook commercieel recht houden. Het is niet zo dat mensen denken, hey, god, die hebben subsidies of fondsen. Nee, de bakkerij moet zichzelf bedrijven. Maar wat nog veel belangrijker is, het moet nog echt zijn. Dus jongeren, zowel van laag cognitief niveau, tot en met jongeren met inderdaad een psychiatrische beperking, draaien door gewoon die bakkerij. Dat zijn 4 bakkers. Ja, dat is een iemand van de bediening, maar er werken inmiddels 20 jongeren. De bakkerij besteedt nu jaren en die hebben de feestavond gehad, 2 weken geleden. Er zitten 27 mensen aan dezelfde tafel door om dat ook te vieren. Een talent kunt zich eerst oriënteren met ouder of met een begeleider, hoe je vandaan komt. Dan kun je een dag proeven wie je dat nemen. En dan werd geloofd hoeveel dag wil dat jong of meisje hier komen werken. En dan werd er gewoon een rol gewoon in het arbeidsproces zijn. Een talent blijft gewoon niet werken zolang dat er wilt. Er is geen maximum aan. De bakkerij heeft heel veel integratie met de maatschappij, omdat jongeren, zowel van laag niveau, die maken, vroeger maakten die veel bloesemtochten, iedereen kent dat wel, het busje. Nou, we hebben dat anders gezegd, moet wel zinvol zijn. Dus vanuit dat lager niveau bijvoorbeeld de bestellingen rondbrengen. En die bestellingen zijn dus op dit moment van vals tot en met hele. Dus allemaal bestellingen van vlaaien, broden, bier, restaurants. En dat is voor jongeren heel goed voor de sociale vaardigheden. Maar wat weer nog veel belangrijker is, voor het eigen zelfbeeld. En de andere jongeren bakken. Een ambachtelijke bakkerij hier wil zeggen dat we heel veel met de hand doen. Met veel leven en passie. Met producten uit de streek. Het mijlkump bijvoorbeeld van de commandeursmolen uit Mechelen. Zo, ik ga niet afkoelen. Ik werk op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ik doe normaal fruit binnen, vlaaipaten schoonmaken, afwassen en hier de rommel een beetje opruimen. Ik ben hartstikke blij dat ik hier ben. Ik vind het ook leuk en alles. Dus ik heb ook echt voor de bakkerij. Het is eigenlijk mijn thuis, dus zullen we dat maar zo zeggen. Dus. Brood wordt ook verneemd naar jongeren. Wat ze zelf ontwikkeld hebben. We hebben zelfs jongeren die doen een opleiding. Wat voorheen gewoon half jaar geleden toes op de bank zaten. Dit is de Bikkel. Dit is een brood wat ik zelf heb ontworpen door ook het receptenboek bij te pakken en gaan rekenen en noem maar op. De verhouding van het brood, dat is eigenlijk een goed zadelbrood. Er zit de volledige spelkorrel in, wat bij de knoppen terugkomt. Er zit de mergranen en de plankske zit erbij. Dat zit allemaal bij elkaar opgeteld. Uitgerekend en proberen om te maken. En ik moet zeggen, ik ben er heel erg tevreden over. Ik kom ook ik kom uit een regio waar de stad gebouwd is om een steenkoolmijn. En naar ter ere van de steenkoolmensen, van de mijners, heb ik dit brood ontwikkeld.
voor verzorgen, voor Talentino bijvoorbeeld, alle cateringen wat zij verzorgen, het brood ervoor. En wat Talentino doet, is tafeltje dek, dat je ook een gedeelte van ons liet te kijken. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Welkom in Ter Horst. Ter Horst, de plaats waar werken met talent dagbesteding zijn locatie heeft. And you give me all of you.